Mijn naam is Aras Azad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse en uitleg over shorten en short squeeze, wat het allemaal inhoudt en hoe dat in zijn werking gaat. We nemen hierbij uiteraard ook een kijkje op het Trader Workstation online handelsplatform van FXFlat. Zoals gebruikelijk gaan we kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FXFlat. De meesten zijn er wel bekend mee. We zijn al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker. Met onder meer een topbeoordeelde klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening. Kijken we kort naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u dus daytraden, daghandelen en vrijwel alle mogelijke derivaten in CFD-vorm. En dat kan dus allemaal met 0 euro transactiekosten. U heeft wat dat betreft 0% commissies over de trade. Voor de rest heeft u ook geen kosten voor het voeren van de beleggingsrekening. Dus ook hierbij 0 euro beheerkosten. En ook geen inactiviteitskosten of andere soorten fees. Het openen van zo'n MetaTrader beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk via de fxflat.nl website. En is dat mogelijk vanaf een storting van 200 euro. Wilt u daarnaast eventueel een zakelijke beleggingsrekening voor de MetaTrader, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Tot slot hebben we ook nog de demobeleggingsrekening. Wilt u oefenen met MetaTrader of kennis maken met het daytraden, het daghandelen, dan kunt u hiermee dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles oefenen en uitproberen met oefengeld en ook nog eens met real-time koersen. Dan gaan we door naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we vandaag dus ook een kijkje nemen in de online versie. Hiermee kunt u wereldwijd beleggen en vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro, maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen die zijn te beleggen vanaf 1 dollar cent per stuk. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat ook heel gemakkelijk online via de fxflat.nl website. En dat is mogelijk vanaf een storting van 2000 euro. En ook bij deze beleggingsrekening heeft u geen beheerkosten of andere soorten fees voor het voeren van uw beleggingsrekening. Wilt u daarnaast nog eventueel de overstap maken van uw huidige broker naar FXflat, dan kunt u ook gebruik maken van de depotoverdracht. En ook als een van de weinige online brokers bieden we de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Dus heeft u bijvoorbeeld een BW of een eenmanszaak, wilt u daarmee gaan beleggen, dan kunt u daarvoor ook bij ons terecht. Afsluitend hierbij ook wederom de demo beleggingsrekening. Die is ook 30 dagen lang vrijblijvend te gebruiken en te testen. Om eens kennis te maken met Trader Workstation of eens te kijken of beleggen iets voor u is. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter. Dan pakken we die samen met Tom op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag. Welkom Tom. Hi Arsh. Ditmaal een interessante uitleg, analyse over shorten en short squeeze. Ik ben ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, nou dankjewel. Welkom iedereen. Ja, shorten. Eigenlijk short gaan in aandelen is aandelen verkopen die je niet hebt. En hoe kan dat? Nou, je gaat ze dan lenen bij beleggers die die aandelen wel hebben. En daar betaal je geld voor. En dus dat zijn de leenkosten om te shorten. Maar dan kan je dus bijvoorbeeld 100 aandelen Tesla short gaan, dan heb je min 100. Dan is het natuurlijk wel van belang dat daarna die aandelen Tesla in koers omlaag gaan. Want dan kan je ze goedkoper terugkopen. Nou, dat spelletje, dat maakt dus dat shorten soms heel interessant is. Het enige nadeel is, als je short gaat, dan kan het zo zijn dat je je verlies eigenlijk grenzeloos is. Want een aandeel kan omhoog, zover als het maar kan. He, dat hebben we gezien met Tesla, die kan gigantisch stijgen. Een aandeel kan nooit, andersom, nooit dalen tot onder de nul.
Dus je weet altijd tot zover een aandeel kan dalen, maar een aandeel kan stijgen tot het onmogelijke. Dus als je short gaat, is een werkelijk onbegrensd verlies mogelijk. Nou, daarmee komt dus ook het feit van, oké, dan kan dus een short squeeze gaan plaatsvinden. Daar ga ik het zo over hebben. Maar shorten wil ik het nog eventjes verder uitbreiden. Waarom is dat interessant om te shorten? Nou, als belegger is het interessant dat je kan profiteren van een koers die omlaag gaat. Dat is één. Waarom is het ook interessant? Het maakt dat directies zich er bewust van moeten zijn dat als het slecht gaat, dat beleggers daar ook profijt van kunnen hebben. En dat dus de koers, dat die omlaag gaat, voor anderen profijtelijk kan zijn. En bij een directie is het zo, die hebben alleen maar profijt bij een hogere koers. Dat is beter voor bedrijven, is beter voor hun bonus. Maar ja, soms dan zijn ze een beetje aan het klungelen. En dat kan dus vreselijk afgestraft worden door short te gaan en daarop te verdienen. Het nadeel van dat verhaal, en dat is echt een enorm nadeel, is dat er ook heel erg misbruik van gemaakt kan worden. Er is bijvoorbeeld een bedrijf en die moet een keer met een tegenvaller komen. En dan wordt het gerucht in de markt gebracht. Oh, het is nog veel erger als dat ze zeggen. En vervolgens daalt die koers gigantisch. En dat maakt dus dat het criminele element ook nog een rol speelt. De maffia heeft daar vroeger wel eens mee gewerkt. En ja, gewoon de bankiers zelf ook, de criminelen. Dat ze dus geruchten in de markt brachten, waardoor die koers veel sterker daalde dan eigenlijk nodig was. En dat met name bij wat onbekende bedrijven, of bedrijven waar al een keer een slecht nieuwsbericht is geweest. Hè. Slecht nieuws komt nooit alleen. Ja, daar gebeurt wel eens. En er zijn dus bedrijven, shorters, die dus echt het daarom doen. En soms hebben ze hele goede rapporten. En je zegt, nou, daar hebben ze echt een goed rapport. Ze hebben gekeken en ze hebben iets ontdekt. Maar soms is het ook dat ze niks ontdekt hebben, maar het gewoon proberen. En dan die paniek erin hebben. Want het hoeft maar heel kort. Een short squeeze, en dan ga ik even hier vandaan, dan ga ik even hier. Hier zie je het echt het prototype van short squeeze. In één dag van 200 naar 1000. En weer terug weggevallen. Short squeeze is heel kort. En die shorten, die komt heel kort, komt die vreselijk in de problemen. En hoe komt dat? Nou, als eerste komt dat, bijvoorbeeld het bedrijf, wat betreft, komt met goed nieuws. En beleggers beginnen die aandelen te kopen. Maar dat is een short positie. Dus er zijn al minder aandelen te koop. Want er zit een short positie in. En ja, daar is positief nieuws uit. Dus die shorten, die beginnen ook te knijpen. Van ja, hoe lang gaat dit door, deze stijging? Want als het goed nieuws is, ook goed nieuws komt nooit alleen. En dus dan is het vaker dat de volgende nieuws ook weer positief is. En dan gaat die koers omhoog, omhoog, omhoog. En dan moet die shorten er eigenlijk een keer uit. Dat lenen van die aandelen, dat kost geld. Bij sommige aandelen meer dan bij andere aandelen. Als die aandelen stijgen, gaat het meer kosten. Dus die shorten, die zit met het feit van, ja, ik moet die aandelen terugkopen. Tegen een, nou, misschien wel hogere koers dat nu zit. Ik moet die huur van die leenaandelen moet betalen. Dus die begint hem te knijpen. Ja, en die zal dan op een gegeven moment zeggen, ja, ik moet die aandelen terugkopen. Maar in een markt waar al vraag is naar die aandelen, komt die extra vraag van de shorters, die komt er bovenop. En dan ontstaat er wel eens een short squeeze. En die hebben we laatst gezien. Ja, en dat kan dan inderdaad, zoals we net op die grafiek zagen, heel hard gaan. Kijken we even naar een bedrijf als Tesla. Nee, dat is 820 miljard waard op dit moment. Was nog veel meer, maar dat is het nu waard. Die hebben een short positie van de vrij verhandelbare aandelen van 3,31%. Als je gaat kijken, er zijn bijna 3,2 miljard aandelen. Dus 3% daarvan, dat zijn heel veel aandelen. Dus een bedrijf als Tesla, daar zit een enorm vermogen, zit daar short. En dan praat je echt over vele miljarden. Want één, dat is 24 miljard minstens zit hier short. Er zijn heel wat bedrijven die geen 24 miljard waard zijn. Zoveel zitten er al short in Tesla. Gaan we dan naar de koers van Tesla kijken. En dan zien we voor de langere termijn dat het omlaag is gegaan de laatste 2 jaar. Maar we zien de laatste tijd, zien we dit. Die shorts beginnen te knijpen. En dan kan het dus inderdaad gebeuren dat één dag de koers van Tesla ineens 10%, 20% omhoog gaat. En daarna zakt het weer. Dat kan. Dan zijn die shorters, die zijn in paniek geraakt. Want dit soort stijgingen, daar hebben ze niet graag. Want dit lijkt erop dat het nog wel even doorgaat. Dus die shorters met hun 3%, 24 miljard dollar, die zitten hem nu te knijpen. En die zitten van, wanneer ga ik dan toch maar
die aandelen in de markt gooien. En dan praat je over 3,3% van al die aandelen die dan eventjes ingegooid worden. Dus dat kan dan echt wel een impact hebben. Nou, wat is het dan met shorten? Als ik kijk naar mijn margin requirements, hè, want je moet daar een genoeg kapitaal voor op je rekening hebben om te mogen shorten. En je moet ook de toestemming voor hebben, want je moet ook genoeg ervaring hebben. Dus je mag niet zomaar met een eerste dingetje gaan shorten. Maar als je long wil gaan, dan kan ik 37,6% kan ik op deze rekening kan ik zomaar als margin krijgen. Maar short is maar 26,9%. En is eigenlijk nog minder. Dus ze zijn er niet blij mee als je het doet. En je krijgt dus minder ruimte om short te gaan. Omdat je er zo de biedbrug mee op kan gaan. En nogmaals, ook bij FX Flat kan je short gaan. Maar je moet wel die faciliteit op je rekening, de toestemming daarvoor hebben. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ga bijna nooit short. Als ik al iets wil doen in short, dan doe ik het met opties. Maar niet met aandelen. Dus, nou, daar is er nog een puntje met short gaan. Als jij een aandelenportefeuille hebt, dan kan je jouw portefeuille kan jij uitlenen aan shorters. Stel je voor, je hebt aandelen Tesla. Dan zou je jouw aandelen kunnen uitlenen aan mensen die short willen gaan. Maar die mensen die short willen gaan, die doen dat omdat ze hopen en verwachten dat de koers omlaag gaat. Dan probeer jij daar weer geld aan te verdienen. Maar je hebt natuurlijk niet in de hand wat hun doen om die koers omlaag te laten gaan. Want ze kunnen ook geruchten in de markt brengen om maar hun gelijk te krijgen. Een gerucht omlaag is makkelijker dan een gerucht omhoog. Dus je krijgt dan een stukje rendement op het uitlenen van je aandelen. Maar je bent eigenlijk je grootste vijand, je tegenstander, ben je dan die aandelen aan het verstrekken. En daarom doe ik dat niet. Ik verstrek mijn aandelen niet. Ik ga niet proberen extra rendement te maken met het uitlenen van mijn aandelen. Omdat ik dan eigenlijk gewoon de anderen die de baat bij hebben dat mijn aandelen dalen, die ga ik dan ondersteunen. Daar begin ik dus niet aan. Nou, dan is dat een principe kwestie. Want er zijn zat anderen die het wel doen. Dus er zijn zat aandelen die ze kunnen lenen. En het maakt dus niet uit dat ik dat niet doe. Maar ik doe het niet, want ja, ik wil niet voor mezelf het idee hebben van ja, het is mede mijn eigen schuld dat die aandelen de verkeerde kant op zijn gegaan. Dus dat moet je even je realiseren als je je aandelen uitleent. Want dat doe je dus aan mensen die short gaan. Nou, wat is dus die short squeeze? In feite is het een hele korte periode waarin eigenlijk de kopers van aandelen worden vermenigvuldigd door de kopers van aandelen die ze echt al eerder verkocht hadden. Dus dat is, en dan is er eventjes die piek waarbij de koers gigantisch omhoog kan gaan. En dat duurt soms wel heel kort, maar ja, dat is de paniek die dan zich meester maakt. Je zou eigenlijk zeggen, ja, waarom wacht je niet een dag? Ja, je kan wel dag wachten, maar de volgende dag kan 2000 zijn. Wanneer is jouw margin op? Want je hebt een bepaalde margin om short te zijn. Als die op is, moet je bijstorten of het wordt voor je gesloten. Dat speelt natuurlijk ook mee. En ja, dat maakt dat de shorters soms gewoon geen keuze hebben. En dan word je echt gewoon afgedroogd op het moment dat je dan eigenlijk een margin call krijgt. En dus iets moet doen, omdat per direct heb je 20 minuten voor om dan iets te regelen. Nou, dat lukt dus eigenlijk gewoon niet. Dus dat maakt het best link. En ik vind het ongeschikt voor particulieren om short te gaan met aandelen. Dan zou je beter met opties kunnen werken. Maar ik ben wel blij dat het de mogelijkheid er is. We hebben gezien in de bankencrisis 2008 dat je niet short kon gaan in de banken. En dat vond ik eigenlijk oneerlijk. Want op dat moment, die banken waren er eigenlijk zelf schuld aan dat ze de zaak in het honderd lieten lopen. Maar wij als beleggers mochten niet profiteren van het feit dat die bankaandelen omlaag gingen. Dat vind ik dus verkeerd. En wat hebben de banken ons besodemieterd? En dan zou je dus dat kunnen compenseren door short te gaan in die aandelen. Want die aandelen die gaan dalen, want niemand wil ze nog hebben. En dat mag op dat moment niet. Ik denk, ja, dat vond ik dus echt fout. En dat is typisch ook weer dat de banken zoveel vermogen, zoveel macht hebben, dat ze dat er door konden drukken. En dat ze niet op hun aandelen geshort mocht worden. Want dan waren die aandelen nog verder gezakt. En want ze waren toen echt afgedroogd. En dat heel vervelend dat toen niet kon en niet mocht. Dus daarom ben ik blij dat het normaal gesproken wel mag. Maar ik vind het heel vervelend als dan de overheid of de autoriteiten eigenlijk je
de kans ontnemen op het moment dat je er echt rijk mee kan worden. Want daar had je echt mee binnen kunnen lopen op dat moment. En dat komt toch niet. Ja, dat is eigenlijk heel kort even de short squeeze. We zagen de laatste eentje. Dat is heel interessant. Maar je moet niet verwachten dat die koers op die hoge koers blijft. Dus dat is de dag daarna of een week daarna is die koers weer helemaal terug. Daar moet je rekening mee houden. Dus eventjes een spike omhoog en dan is het weer over. En ja, dan kan er nog één ontstaan. Dat zou kunnen als er nog steeds een short positie is. Maar meestal is het gewoon in één keer over. Als we net bij deze kijken, dan zie je dat als voorbeeld. Zie je het ook een stink over. En dat is niet gek. Het is dan even geweest. Dit zie je ook, dan loopt het terug. En dan is niets veel anders dan daarvoor. En dus dat is dan even het punt. Zijn er vragen? Ja, ik heb hier een vraag van Peter. En die vraagt wat er bij het aandeel GameStop gebeurd was. Of dat ook een short squeeze was. Ja, dat kan. Dat weet ik niet zeker of dat zo was. Maar ik zal eens even kijken of ik hem zo makkelijk erbij kan halen voor wat betreft de koersen. Maar dat kan best dat daar ook dus op een gegeven moment, en dat is al een jaar geleden. Maar ja, hier zie je bijvoorbeeld zo'n spike. Dit zou er een kunnen zijn geweest, waardoor er eventjes zat van shit, hier gaat het mis. En dan even de paniek en dan zag je die koers verder omlaag gaan. Dus dit zou hem kunnen. Dat was wel zo'n typisch zo'n aandeel waarmee dat zou kunnen. Er zaten mogelijk mensen short. Er werd heel erg gericht op, ja, dit is mooi, nu moet je kopen. Dan als er maar 2% short zat, die hadden dan wel een probleem. Nou was het eigenlijk, als je verder teruggaat, je ziet het vaker, zo'n spike. Dus het hoeft niet allemaal een short squeeze te zijn. En ja, dan zie je wel echt een enorme, moet ik even kijken of ik hem beter erbij kan pakken. Nee. Even zien hoe het hier uitziet. Kijk, hier zie je een gigantische stijging in het begin. Dat kan ook zijn dat er dus een enorme vraag is, puur vanuit Reddit. Iedereen stapt erin, dat kan ook. Kan ook dat er toen al een aantal mensen short zaten en dat het erbij kwam. En dat weet ik nu niet meer. In de tijd was het wel duidelijk dat er toen een enorme short positie op zat. Maar dat verandert per dag. Dus ik kan nu wel zien hier of er een short positie is. Ja, die is er nog steeds, 20% short positie. Maar ik weet niet of die toen ook zo groot was. Maar ik verwacht eigenlijk van wel. Maar dat was dan typisch een punt. Ik had eigenlijk een andere vraag verwacht. Dat is namelijk, is er ook een long squeeze? En ja, die bestaat ook. Maar eigenlijk is dat bijvoorbeeld in futures, bijvoorbeeld op graan. En er is een positie ingenomen, zoveel graan, futures dan uit. Maar je weet nooit van tevoren hoeveel graan er daadwerkelijk verbouwd wordt. Er kan regen zijn geweest, er kan een dam door zijn gebroken, er kan een oorlog zijn uitgebroken. En dan kan er ook een long squeeze komen, waarbij eigenlijk die futures die het recht geven op, ja, het is er niet. Dus dan ontstaat er ook een enorme spike, omdat mensen dat wat er wel is dan wel willen hebben. Dus dat is dan precies andersom, maar die is er dus ook. Die vraag had ik eigenlijk verwacht. Zijn er verder vragen? Ja, ik heb hier nog een vraag van Marcel. Of je bij FX Flat dus ook short kunt gaan met de rekening. Zoals Tom het al had gezegd, ja, het is dus mogelijk met de Trader Workstation beleggingsrekening. We hebben daar dus twee varianten. Eenmaal de cash rekening en eenmaal de margin rekening. Wel is wel een vereiste is dan dat de margin rekening wordt uitgekozen. En daarmee kan uiteraard dan ook een short positie geopend worden op verschillende soorten effecten. Voor de rest hebben we geen andere vragen, Tom. Mooi. Nou, dan heb ik morgen een aandeel wat maar één van de kijkers daadwerkelijk kent. Want ik heb het doorgekregen van die kijker. Ik kende het ook niet. Maar een prachtige PEG ratio, een lage koerswinsthouding. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Geweldig, Tom. Dan neem ik nog even het beeld over de afsluiting. Daar is hij dan. Hartstikke bedankt, Tom. Een uiterst interessante uitleg over shorten en short squeezes. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, we zijn altijd te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FX Flat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens. Thank you.